Normaal gesproken heet het een dinsdagavond welkom bij SIP Utrecht, maar vanavond werd het vast bij SIP Nederland. Speciaal welkom dus aan alle SIP'ers die uit Groningen, Leiden en Amsterdam hier toe zijn gekomen voor de lezing van vanavond. Die lezing hebben wij niet alleen georganiseerd, maar in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Bijzonder welkom dus ook aan het gevolg van de NVVN. Voor wie nog niet bekend is met SIP, SIP is een studentenvereniging die gezellige activiteiten organiseert, zoals feesten, reizen en wekelijkse borrel, maar die daarnaast nog iets extra's biedt in de vorm van inhoudelijke activiteiten met een internationaal gebied. Zo organiseert SIP Nederland binnenkort een congres over de betekenis van diplomatie in de 21e eeuw. En het toeval wil dat onze spreker van vanavond daar ook een workshop in verzorgen. Ik zeg toeval, maar dit geval is dat niet, want het onderwerp van vanavond ligt ook heel erg in de lijn van het onderwerp van dat congres. We gaan het namelijk hebben over de rol van Nederland in de VN Veiligheidsraad. De afgelopen tijd heeft, zoals u waarschijnlijk allemaal niet ontgaan is, vele verwoestende conflicten gekend. En de druk op de VN Veiligheidsraad om in dergelijke conflicten te interveneren is dan ook flink toegenomen. Als land kun je slechts meebeslissen over zulke interventies als je inderdaad een zetel bekleedt. Nederland voert momenteel internationaal campagne om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de Veiligheidsraad voor de jaren 2017 en 2018. Geduchte concurrenten voor die zetel zijn Italië en Zweden en zij zijn ook zeker niet de minste. Vragen die spelen zijn: wat houdt de campagne voor zetel in de Veiligheidsraad eigenlijk in? Hoe groot is de kans dat Nederland die zetel daadwerkelijk ook gaat bekleden? En wat wil en kan Nederland eigenlijk doen met zo'n zetel? Ik heb goede hoop dat wij vanavond een antwoord gaan krijgen op die vragen van de spreker van vanavond. Mevrouw Bahia Tazibli, de eerder aangekondigde spreker en tevens speciaal gezant voor de Nederlandse kandidatuur voor de Veiligheidsraad, is helaas verhinderd. Zij is op reis in verband met de campagne. Gelukkig bleek een andere, ook zeer deskundige spreker, bereid haar te vervangen. Herman Schaper was onder andere permanent vertegenwoordiger van Nederland bij zowel de VN als de NAVO. En hij was de directe voorganger van mevrouw Tazibli als speciaal gezant voor de Nederlandse kandidatuur voor de Veiligheidsraad. De heer Schaper zal zo een lezing geven van ongeveer 40 minuten. En dan na de pauze van ongeveer 10 minuten is er alle tijd voor vragen. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor de heer Schaper. Allereerst dank voor de vriendelijke inleiding. Hopelijk aan de verwachtingen kan voldoen. Maar is het wel zo dat u terecht zei dat het boek staat voor 40 minuten in lezing? Ik hoop dat de experts weten dat, of zeggen dat de maximale spanningsboog van een gehoor ongeveer 20 minuten, 25 minuten. Dus ik wou zeggen, als u nou vragen heeft, wacht niet tot de tweede ronde, maar onderbreek er zo nodig, steek uw vinger op. Dan wordt het ietsje leviger en dan ben ik niet 40 minuten onafgebroken aan het gehoor. Waarvan ik dan de laatste kwartier denk van ja, die man houdt zich op. Goed, ja, nou, u zei al, ik ben dus een oud ambassadeur bij de VN, dat hoort in de NAVO. Het is op zich wel interessant om die twee organisaties naast elkaar te leggen, maar dat zal ik vanavond en passant alleen even doen. Omdat ze allebei natuurlijk wel een rol spelen op het gebied van internationale veiligheid. Een heel verschillende rol, maar tegelijkertijd een rol die waarbij ze elkaar regelmatig tegenkomen en ook op een aantal terreinen samenwerken. En dan begin ik er nu al direct over de Veiligheidsraad en zijn verantwoordelijkheden en zijn functioneren. Mij is gevraagd om daar dan, of daar het eerste deel van het verhaal wat over wordt te zeggen. Wat voor instelling is dat? Wat moet je daarvan denken? Hoe ontwikkelt die zich? Wat zijn daar de verantwoordelijkheden van? Hoe functioneert die? En daarnaast dan onze campagne: waarom willen wij dus nou lid worden van die Veiligheidsraad? En wat doen we eraan? Hoe voeren we de campagne? Maar laat ik beginnen dus met de Veiligheidsraad. Dat is, denk ik, dat je zonder dat je veel tegenspraak zal krijgen, kan je noemen, dat is de belangrijkste instelling binnen het hele VN-systeem. Het VN-systeem heeft dus talloze instellingen, de algemene vergadering, de secretaris-generaal, alle andere agentschappen, de programma's die allemaal ook heel relevant doen. Maar de instelling die toch het meest in het centrum van de politieke aandacht staat, en die ook misschien de meest specifiek zware verantwoordelijkheid heeft, is de Veiligheidsraad. Wat is dan die verantwoordelijkheid? Dat is
de standhouding van internationale vrede en veiligheid, zoals vastgelegd in de handvest. En daarvoor is de Veiligheidsraad een aantal zeer vergaande bevoegdheden gegeven. De gedachtegang daarachter is dat in deze, dat is de meest fundamentele gedachte waar je eigenlijk niet zo snel op komt als je de zijde van het nog eens herleest, is dat het beginsel van de VN is dat er een verbod op het gebruik van militair geweld is. Niemand mag militair geweld gebruiken. En dat is eigenlijk een beetje zover van de realiteit dat we eigenlijk vergeten dat we daarmee beginnen. Maar dat is de grondgedachte. Oorlog is niet goed. We weten alleen dat de wereld niet alleen is zoals wij nou wensen, maar ook dat, zoals die in werkelijkheid iets heel anders kan zijn. Dus inderdaad kan er agressie plaatsvinden. De instelling die daarvoor internationale verantwoordelijkheid draagt, is de Veiligheidsraad. Als je het land aangevallen wordt, mag je natuurlijk verdedigen. Maar je mag anders geen militair geweld gebruiken, alleen als de Veiligheidsraad het daartoe gesloten heeft. De Veiligheidsraad had in eerste instantie bij de oprichting van de VN besloten dat hij beschikking zou hebben over een groot aantal militaire middelen. Landen zouden troepen ter beschikking stellen, er zouden bases, vliegvelden komen, er zou een militaire staf opgericht worden. Dat was eigenlijk een beetje wat de NAVO geworden is later voor een kleinere groep. Dat was het beeld wat men had bij de Veiligheidsraad en het functioneren van de VN in bredere zin. Dat bleek al snel een illusie vanwege de Koude Oorlog. De VN, die als het ware namens de internationale gemeenschap optreedt, zelfs met militair geweld, was volstrekt onhaalbaar vanwege de veto's die daarop gelegd zouden worden in de Veiligheidsraad. Want zo'n optreden zou alleen maar kunnen op basis van een besluit van de Veiligheidsraad. En zoals u weet zijn er 5 landen die permanent lid zijn en een vetorecht hebben. En Rusland was 1 van die 5 westelijke landen op dat moment duidelijk de meerderheid. 4, want China was eigenlijk toen nog China van Chiang Kai-shek. Dus Rusland stond weliswaar alleen, maar zelfs als je in je eentje staat, kan je met een veto internationaal optreden blokkeren. Dus Korea is een beetje een uitzondering, daarom zou ik niet meer willen zeggen. Het was eigenlijk een soort vergissing van de Russen, want toen waren ze even niet in de Veiligheidsraad. Toen boycotten ze de vergadering. En toen is besloten dat de VN toch zou reageren op de aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea. Maar zelfs dat besluit werd uitgevoerd niet door de VN zelf, die had ook helemaal de middelen niet gehoord, maar door een coalitie onder leiding van de Amerikanen. Wat daarmee de VN werkt, langzamerhand, is de VN is war, not peace. Het handwerk van de VN is dat het eerste artikel gaat voor inzet van de VN. En de identiteit van de VN is niet militair. Dat wil niet zeggen dat er niet militaire operaties onder verantwoordelijkheid van de VN plaatsvinden, maar dat zijn peacekeeping operaties. Peacekeeping komt in het handwerk niet voor. Een pragmatische uitvinding in de jaren 50. Grote ontwikkeling moet ik zeggen. Er zijn gewoon 16 vredesoperaties in de wereld, gemandateerd door de Veiligheidsraad, dus onder dat geen veto was daarbij aan de beurt. 90.000 militairen, 12.500 politie, 5.000 burgers, meer dan 10.000 lokale medewerkers. We hebben dus ook operaties in totaal 120.000 mensen in het veld voor VN-operaties, immens. Maar het is niet het soort rol van de VN dat de Hansvest oorspronkelijk voorzag. Niet een militair optreden om agressie te beantwoorden, om een end te maken aan een conflict tussen staten. Het zijn bijna uitsluitend, zijn er een aantal die nog wel gebaseerd zijn op de klassieke tegenstellingen tussen landen, zoals dus Ethiopië en Eritrea, maar een groot deel zijn eigenlijk operaties die hebben een heel ander mandaat dan een oorlog in het land voorkomen. Die hebben het mandaat om binnenlandse instabiliteit, burgeroorlog, het eenvallen van landen te proberen te beëindigen. De beginselen van peacekeeping zijn ook heel anders dan van oorlogsvoering. Daarom zei ik net, de UN is peace, not war. Wat zeggen die beginselen van de peacekeeping? Namelijk dat je wil je optreden die de instemming van beide partijen moet hebben, en dat je onpartijdig moet zijn. Nou, als jij een agressor à la Hitler wil beantwoorden met een militair internationaal optreden, dan is het moeilijk te werken met zijn instemming en op basis van onpartijdigheid. Een heel andere filosofie die achter peacekeeping ligt dan wat oorspronkelijk de rol van de VN was in de handvest. Wel is het zo, kan je zeggen, dat in de loop der jaren, naarmate de omstandigheden veranderden, het mandaat wat vredesorganisaties kregen, die in het begin gericht waren op het uit elkaar houden van partijen,
het bewaken van wapenstilstand en bestandslijn, het monitoren van militair optreden, is uiteindelijk steeds uitgebreider geworden. Mandaten van het gebied van peacekeeping van de VN en dan gemandateerd door de Veiligheidsraad, die houden bijvoorbeeld ook in bescherming burgerbevolkingen, ondersteuning wederopbouw, post-conflict peacebuilding, begeleiding van verkiezingen, bescherming van mensenrechten. En dat is een uitdijende struikgewas geworden van steeds meer doelstellingen die de militairen moeten uitvoeren. En een van de problemen die de VN dus tegenkomt is dat de militairen daar dikwijls geen capaciteit voor hebben, nog de training, nog de achtergrond. Maar het is een soort wensenlijst geworden die op elkaar wordt gestapeld. Wie is er nou tegen bescherming van burgerbevolking? Wie is er tegen het bevorderen van mensen, het ondersteunen van respect voor mensenrechten? En daar zit dus een probleem. Dat de VN vooral verwachtingen wekt en ze niet altijd waar kan maken, met, ondanks dat ze dus 120.000 mensen in het veld hebben voor 16 van die operaties. Als ik dat dan vergelijk met mijn NAVO-tijd, is me daar dus inderdaad een van de dingen die me daar al geërgerd hebben, waar ik dus op geprobeerd heb aan te doen in de VN, is de bijna onverantwoordelijke manier waarop de besluitvorming daar plaatsvindt. Omdat de VN niet oorlog is, maar vrede, is van de oorspronkelijk voorziene militaire staf eigenlijk heel weinig vrede. Die kleine groep mensen, als je denkt dat 120.000 mensen in het veld zitten, dat is geen operationeel hoofdkwartier. Los van dat wordt ook heel weinig gedaan aan de voorbereiding van troepen op uitzending. Er wordt weinig gedaan aan gemeenschappelijke oefeningen. Kijken hoe men zal reageren in noodsituaties. Er zijn al aanbevelingen gedaan van verschillende commissies om dat meer aan te doen. En de VN in staat te stellen om harder op te treden en meer effectiever. Dat liep dus tegen die barrière op van ja, daar zijn wij niet voor, dat moeten anderen maar doen. En dan komt dus de NAVO in het spel. Of een ad hoc coalitie onder leiding van met name de Amerikanen. En dat zag je dan bijvoorbeeld in Irak, dat zag je in Afghanistan, ik bedoel Irak, de Eerste Oorlog, waar het mandaat was van de VN in 1991. Je zag het ook in Afghanistan, je zag het in Bosnië op na oorspronkelijke meningsverschillen tussen de VN en de NAVO. Robuustere optreden, dat doet de VN nog niet zelf alleen, wat wel de essentieel is, de Veiligheidsraad moet er een mandaat voor geven. Twee gevallen waar dat niet het geval is geweest, dat een mandaat is gegeven dat de NAVO-optreden in Kosovo en het Amerikaanse Britse optreden in Irak, in de tweede keer dat de Tweede Oorlog daar gevoerd werd, in 2003 en daarna volgende jaar. In dat eerste geval bleek dat het toch eigenlijk door de internationale gemeenschap wel geaccepteerd was dat. Ook al was er dan geen mandaat er toch opgetreden werd, waarom was er geen mandaat omdat Rusland de veto uitoefende? En vervolgens heeft Rusland geprobeerd een resolutie aangenomen te krijgen die zei, dit is illegitiem. Er waren maar twee veiligheidsraadleden die daarmee invallen, dus dat niet ook. En na afloop, nadat dus de Russen niet meer gecapituleerd hadden en een internationale vredesmacht kwam onder leiding van de NAVO, heeft met een mandaat van de veiligheidsraad, heeft Rusland dat dus niet tegengehouden. Dus je kan stellen dat, nou ja, het was niet volgens de regels, maar uiteindelijk was het onacceptabel. Illegal but legitimate was de woordkeuze. Ook wel een beetje een noodbreek, de Russen vonden dat natuurlijk helemaal niet prettig. Ze zeiden altijd, ja, dat moet je toch vooral niet hebben. Dat je daar een punt, ze hebben een deel van de machtsposities gebaseerd op een veto. Ze zijn ook altijd heel boos geweest op de posten voordat dat kon gebeuren. Het tweede voorbeeld van een internationaal militair optreden is Irak geweest. Waar natuurlijk geen veiligheidsraad mandaat was. En geen meerderheid in de veiligheidsraad gevoerd kon worden. Het zou ongetwijfeld dat geveteld zijn door de Russen en de Chinezen. En dat is natuurlijk wel altijd gebleven een voorbeeld van hoe het niet moet. Een deel ook omdat de Amerikaanse bezetting van Irak zo'n fiasco werd. Niet voorbereid hadden als ze besluiten namen dat geen andere verkeerde besluiten waren. Maar dat heeft dus toen weer tot een nieuwe verbinding in het denken gezet dat het toch eigenlijk, dat zie je in Nederland is heel sterk, dat er geen internationaal militair optreden tegen een land mag plaatsvinden dan met een mandaat van veiligheid. Tenzij het zelfverdediging is, omdat een land aangevallen wordt. Het interessante is nu dat na alle meningsverschillen over Irak dacht. Dat betekent er niet op dat we een gauw overeenstemming zouden bereiken dat zoiets zou gebeuren. Dat is er toen tamelijk kort wel gebeurd met de inval in het bombardement, de
voeten van Gaddafi, toen hij in de jaren van de Arabische lente steeds meer onrust in het land kwam. Een soort opstand op tegen zijn regime en hij vervolgens steeds harder ging optreden, dan taal in de mond nam over. De ongedierte dat vernietigd moet worden, hetzelfde taal dat gebruikt was door de massamoordenaars in Rwanda. Toen werd heel snel, in 2 weken, pas boem, een besluit gevallen van de VN om daar militaire kant van de Veiligheid te gaan, om daar iets militair aan te doen. En een tweede besluit dat dat zelfs mocht inhouden aan luchtbombardementen op de troepen van Gaddafi. Vervolgens is de uitvoering aangegeven door de NAVO. En daar waren de Russen, de Chinezen en anderen weer ontevreden over, want dat ging veel verder dan zij hadden voorzien en gewild. En dan kom ik terug bij mijn eerdere punt. Omdat de VN, dus de Veiligheidsraad op dit vlak, zo weinig ingesteld is op het scenario van de militair optreden, was dat mandaat extreem vaag. Er was geen concept of operations, er was niet een soort exit-strategie, er waren geen criteria voor succes, er was ook zelfs niet eens een rapportage verplicht aan de Veiligheidsraad. Ja, de NAVO die ging weer heel professioneel aan de slag en zei dat in het begin moet je dat afmaken, dus die ging veel verder dan wat oorspronkelijk gedachte was bij de Chinezen en de Russen en een aantal Afrikaanse landen. Arabische landen waren het er dan mee eens over. Maar goed, er was verdeeldheid. Waarom ga ik hier een beetje op in? Omdat dat weer inkleurt optreden van de Veiligheidsraad ten aanzien van Syrië. De Russen zeggen dus nu voortdurend, ja, we weten precies wat jullie doen. Je komt er met een vage resolutie aan en dan denk je bij dat dit bedoeld wordt. En als je eenmaal mandaat hebt, dan ga je veel verder. En dan ben je uit het regime change. En het wegjagen van Assad, dat kunnen wij niet accepteren. Ik vind dat zelf een sterk overtrokken, ik zeg wel politiek misschien handig argument, maar sterk overtrokken. Dan moet je gewoon zorgen dat die mandaten beter kloppen. Dan moet je veel specifieker worden in wat je verwacht van de militairen. En het eigenlijke punt is natuurlijk dat Rusland überhaupt achter Assad staat. En niet wenst dat er tegen hem wordt opgetreden. Maar dit alweer geeft je hele beeld een beetje in detail, omdat je dus merkt dat. We beginnen met het oorspronkelijke handvest. Nou, dat is wel grappig, wat daarin staat. De Veiligheidsraad, die rol speelt het eigenlijk niet. Dat het zelf kan beschikken over een internationale troepenmacht met een hoofdkwartier en een operationele staf. Dat is het dus niet. Het is wel peacekeeping geworden. Ten aanzien van peacekeeping zie je dus langzamerhand een steeds verder uitbreiding van verantwoordelijkheden. En dan heb je daarnaast heb je dus militair hardhandig optreden, enforcement vind ik ervan. En daar hebben we dus die lopende discussie nu over wat met welk mandaat moet weer kan je duidelijk gaan. Met dat al, overigens, is er ook wel een discussie gaande over wat de Veiligheidsraad misschien niet een harder mandaat moet geven. Dat er niet sprake moet zijn van robuuste peacekeeping. Waarvoor je dan ook wel de capaciteiten moet hebben. Maar het is met name het geval in Afrika. Als je kijkt naar die vredesoperaties, dan zijn er 16, 9 daarvan zijn er in Afrika. 3 in het Midden-Oosten, 2 in Europa, Kosovo en Cyprus, dat zijn ons geen grote operaties. Eentje in Haiti en dat en zo meer. Met name die Afrikaanse operaties zijn heel groot. In Darfur bijvoorbeeld, maar met name ook al heel lang in de Congo, Monusco. Bijna 20.000 man. Het kost een heleboel geld. De hele begroting van de VN op het gebied van vredesoperaties is groter dan alle andere gelden die eigenlijk voor het secretariaat worden besteed. Het is ook een aparte begroting. Ja, dat is maar een klacht. Waarom moeten wij al 2 decennia bijna zoveel troepen in het veld houden? Terwijl we niet voldoende doen, waarom wordt er niet harder opgetreden? Met name de Afrikaanse landen hadden daar een klacht over. Die zeiden van de VN is veel te voorzichtig met zijn beginselen van peacekeeping, van onpartijdigheid en alleen geweld gebruiken als je ter zelfverdediging en instemming van alle partijen. Als jij daar met de rebellen beweging praat in de Congo, ja, wat kan je verwachten dat die daar aan mee zal werken? Dat die uitgangspunten de troepen kan gaan stationeren. Dus het is niet een effectieve regering die met die afspraken kan maken. En de Afrikanen zijn op een bepaald moment, nou jongens, als de VN dat niet doet, dan gaan we het zelf doen. Er staat in het handvest ook iets over regionale organisaties. Wij zijn bereid om wel hardhandig op te treden. Dus daar gaan we gewoon op een eigen mandaat en dat doen met een hart een veel krachtiger. Mogelijkheid om op te treden. Zou het nu van zaad zijn als je dan in datzelfde gebied 2 verschillende vredesoperaties zou krijgen, eentje van de VN en eentje van de Afrikaanse Unie. Dus de VN is toen eigenlijk met de pomp gegaan en heeft voor het eerst in de geschiedenis
in het mandaat voor het militair optreden een krachtige taal gebruikt. Robust peacekeeping is de terminologie. Het gaat dan om dingen als het neutraliseren van tegenstanders. En offensieve operaties, ja, dat is helemaal niet klassieke peacekeeping. En wat wij nu, daar is dus een Afrikaans bataljon toegevoegd aan MONUSCO. En daar zit van de Zuid-Afrikanen en naar Oeganda en Tanzania. En binnen een paar weken was die FDLR, die rebellenbeweging, voornamelijk uit gevluchte Rwandese bestond. Die was in 3 weken, 4 weken verslagen. En geëcarteerd. Wat natuurlijk wel weer de vraag op is, waarom kunnen we dan eigenlijk zelf niet dat gemakkelijk is? En dan kom ik terug op mijn van zo net, dat is nou eenmaal gewoon de hele instelling niet van de gender, zoals men zijn rol ziet. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u daarover denkt. Ik kom dat toch vaak tegen. Dat, toen ik net in de VN was, kwam ik met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken tegen. Wij zitten in de NAVO naast Nederland en de Noorwegen zitten naast elkaar. Dus ik ga hem hier herkennen en vaak in gesprekken met hem gehad, zoals je daar zo zit te wachten op dat kamer op te zoeken. En die zei, what are you doing here? Ik zei, well, en van nee, dat doe je wel. We hebben van war to peace. Dat vind ik wel. Ik ben heel beleefd ambtenaar en de minister die direct tegenspreken. De NAVO is niet alleen war en de UN is niet alleen peace. Maar goed, dat is toch wel eigenlijk de identiteit die het heeft aangenomen. De Veiligheidsraad speelt dus in de. Ik ga een beetje op in vanwege ook mijn achtergrond bij de NAVO en de ervaringen die ik heb gehad in die 2 keer dat ik daar in New York was. Om aan te geven dat. Dit een lopende discussie is bij de Veiligheidsraad de centrale hoofdstuk. Ofwel omdat het besluit wel neemt of niet neemt, bij de VETO bijvoorbeeld. Ofwel omdat het in bepaalde specifieke doelstellingen goed weet te formuleren, dan wel het juist tamelijk vaag houden. En het is een lopende discussie. Die raakt dan de volgende vraag: wat is nou eigenlijk de legitimiteit van wat de Veiligheidsraad is? Dat is het begint met het handvest. Die legitimiteit is algemeen erkend. Dat wordt ook niet als zodanig bestreden. Behalve dat dan de vraag is, ja, maar wie zijn dan eigenlijk die leden van de Veiligheidsraad die een belangrijke rol hebben? Die de Veiligheidsraad besluiten neemt, zijn dat bindende besluiten. En dan ga ik het hebben over de samenstelling van de Veiligheidsraad. Dan heb ik de P5 en de 10 leden van de Veiligheidsraad die iedere 2 jaar opnieuw verkozen moeten. Waar iedere 2 jaar opnieuw verkiezingen zijn en die mogen niet langer dan 2 jaar lid zijn. De eerste keer dat ik bij de VN kwam op de Nederlandse missie, dat was 1994, toen begon net die discussie over de herziening van de Veiligheidsraad. Het is nu dus meer dan 20 jaar later, we zijn geen centimeter opgeschoven. Het punt wat wij nu steeds meer gingen maken is, dit wordt een probleem als wij als de VN zelf zeggen, dit moet veranderen. En vervolgens kunnen we 2 jaar lang niet tot een overeenstemming komen. Dan ondergraven we niet alleen de legitimiteit van de Veiligheidsraad, maar zelfs de legitimiteit van de VN als instelling. Als wij dit agenderen en een prioriteit internationaal, dan komen we niet tot een conclusie komen. Dus de Nederlandse houding was een hele pragmatische. Die zei, we hebben zo onze eigen voorkeuren. Er moet wel een uitbreiding komen, maar niet te veel. Meer dan 6 of 7, zeker niet 10 of 12. Er moeten geen nieuwe veto's komen. Die de landen zijn, zowel nieuwe permanent als niet permanent. En wie dan de landen zijn, nou ja, vooral denken we in Afrika, we worden niet al die specifiek, want we willen meewerken aan de compromis. Nou, dat zie je nou in de praktijk. Dus er is denk ik wel een meerderheid van landen die op zich positief zijn over het uitbreiden van de Veiligheidsraad. Maar die meerderheid heeft zulke verschillende opvattingen, die consolideert zich niet tot een meerderheid die zich toont als meerderheid. En dan is er voldoende oppositie van andere landen om dat het hele proces land te leggen. Het begint al, die andere landen die daar tegen zijn, begint al met de P5. Je kunt liever niet zien dat er andere permanente leden, want dat moet betekenen de deling van de macht met anderen. En met name zijn natuurlijk, dat heeft ook wel weer positieve effecten, moet ik zeggen. De Fransen en de Britten zijn extra actief geworden de laatste jaren. Omdat ze wilden laten zien dat zij het toch terecht is dat zij lid van de Veiligheidsraad zijn. Want een veelgehoorde opmerking is van ja, zeg Engeland en Frankrijk, dat is de werkelijkheid van 1945, maar al lang.
doen die dan zoveel? Kijk eens wat wij niet bijdragen aan de VN. Wat wij op militair gebied met name, wat of financieel, en qua ideeën enzovoort. Dus daar heeft het beginsel van, of het beginsel die ontwikkeling dat hun positie ter discussie is gekomen, heeft daar een positief effect van. Een ander land dat steeds actiever is geworden is China. Maar dat is minder positief, nou, dat je eigenlijk tot de jaren, ja, 10-12 jaar geleden, nauwelijks sprake was van een Chinees veto, dat kwam eigenlijk voor. Is dat in de laatste 12 jaar is het 5 of 6 keer voorgekomen. En je ziet dus een groeiende assertiviteit van de Chinezen om zich te manifesteren. Aan de andere kant dus heeft het ook een positieve kant, want zij dragen groepen bij, bijvoorbeeld in Soedan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een oliebelang in het land en verder. Maar ze doen wel mee. Terwijl de Amerikanen en de Russen eigenlijk bijna nul. Dat brengt me eigenlijk op die, laat ik even afmaken of die, als u het interesseert, kan ik iets zeggen over hoe die discussie over uitbreiding van de veiligheidsraad loopt. Wie wat de partijen zijn, of zal ik dat even bewaren? Even heel in kort, P5, die staan beschaamd op de rem. Voelen zich soms wat genoodzaakt om er wel meer te doen, maar staan eigenlijk op de rem. China is daar eigenlijk nog het meest hardhandig, nog meer dan Rusland. Bijvoorbeeld dat Japan dit zou willen. Ondenkbaar. Tot en met argumenten als we moeten de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog niet uit het oog verliezen. Nou, dat is dan echt nog wel wat. 60 jaar later. Maar goed, voor de Chinezen 60 jaar natuurlijk helemaal niet. Maar zelfs India, een andere, eigenlijk de meest serieuze kandidaat vind ik zelf. De Chinezen en India ook niet. En dan de Russen en ook de Amerikanen. Precies. Laten we eerst maar zien wat de grote meerderheid van de VN-leden dan gaan vinden. Die blijken dus gedeeld te zijn. Dat is namelijk het geval. Wie zijn de logische kandidaten? De meest genoemde kandidaten? Duitsland, Brazilië, in Afrikaans land, we weten alleen maar wie. India. En Japan. Japan heb ik al genoemd. Dat is in China een no-call. Discussie gesloten. India. Ja, Indonesië een beetje de achternaam, ik wil het zeggen, maar die spelen het allemaal niet zo. Maar Pakistan, uitbreiding met India, wij dan in Alkmaar een groep nog van landen die alleen maar 2 jaar in de zoveel tijd lid mogen worden. Nee, dat kan niet gebeuren. Italië zegt hetzelfde over Duitsland. Argentinië en Mexico zijn ongelukkig dat Brazilië zo'n voorrechte positie zou krijgen. Dus je hebt een groep van tweede niveau landen die zich een beetje activistisch. De Nike voor de consensusgroep noemen, maar dan gebruiken ze die woorden. Ze zeggen, ja, we hebben consensus nodig voor zoiets groots als uitbreiding. En wij zijn tegen, dus er is geen consensus. Dus het is een beetje omgekeerd van wat we namelijk vragen, de Nike voor consensus, mee gebruik maken van de notie van consensus om het te blokkeren. We hebben ook een nieuwe permanente leven. De Afrikanen hebben het probleem dat die helemaal terecht zeggen dat ze meer leden in de veiligheidsraad hebben. Minstens 1, zeggen de andere landen, zij zelf zeggen, ja, 2 nieuwe permanente leden moeten krijgen. Als je vraagt wie dan, dan zijn ze daar nog niet over uit. Het begon met Nigeria, Zuid-Afrika. Ik heb ook al gezegd, Egypte is ook een Afrikaans land, en de Arabieren moet ook wel zeggen. Hoe zei je de Frans sprekende Afrikaanse landen? Egypte, nou zeker Nigeria, Zuid-Afrika, zijn allemaal Engels sprekende landen. Waarom niet wij? Dus ik wil Senegal zeggen. Waarom? Wij nog niet permanent lid kunnen doen. Kenia, of Senegal permanent lid kunnen doen. Dat kan ik dus ook. In de kortste tijd hadden wij de 70 landen gevonden dat zij permanent lid moesten worden. Dus wij zijn besloten om die discussie te eindigen, omdat het niet helemaal aan de hand moet doen. En gezegd, laat het nou maar aan ons over. Zeggen ze dan tegen de andere leden. Als Afrika 2 zetels krijgt, bepalen wij wat die dan wordt. De Amerikanen hebben al gezegd, nee, sprake van dat jullie later niet in de veiligheidsraad komt. De veiligheidsraad is niet een soort vertegenwoordiging van de Afrikaanse Unie of de Afrikaanse landen als een blok of van de Europese landen als een blok. Het gaat om individuele landen die lid worden. Die willen het individueel bekijken, niet als vertegenwoordiger van een blok. En als ons dat ene land wat in die voorstelling niet bevalt, dan stemmen wij daar tegen, want we zijn het best voor iemand uit die regio. Nou, kortom, het is dus diverse overwegingen
die ertoe leiden dat men negatief is. En er is niet, hoewel dus de grote meerderheid wel voor de overheid, is er niet een soort consensus te vinden om, tenminste een meerderheid, voldoende meerderheid te vinden om daarheen te komen. Nou, daar staan we dan. Ik heb in mijn tijd in New York nog flink wat tijd aan besteed om te proberen die discussie op gang te krijgen. En zo. Waar ik dan als voorbeeld, ik weet niet, of je de New York Times leest, maar op dat moment stond daar een berichtje over een klein dorp. Straks in de Colorado in de bergen, dat heet Nederland. Ik weet niet in de Netherlands, maar in Nederland. Het was een hippiecentrum in de jaren 60 en 70. En er zijn toen nog twee vrouwen hier een beetje rondgekeken. Een lichte geur van wiet en dergelijke. Maar het was voornamelijk toeristen. Maar we vonden aan de New York Times dat er dus een jaarlijkse processie daar plaatsvond. Van de Dead Norwegian. De dode. Wat was dat? Dat was een bejaarde hippie die in de winter zich had teruggetrokken in zijn hutje, maar voor niet de verwarming kon betalen, was een doodgevoerder. En Nederland zijnde wat het is, met deze manier niet begraven, maar in een ijsbox, een grote vrieskast gelegd. Eén keer per jaar werd hij uit de vrieskast gehaald en in een processie door de burg gedragen. Iedereen maakte een betuiging en ging daarna natuurlijk stevig aan de druk. Van over de hervorming van de Veiligheidsraad had gezegd, dit doet mij denken aan de dode Noer in Nederland. Even een nek in de beweging waarin zit. Die wordt één keer in het jaar tevoorschijn gehaald en dan in een plechtige processie met elkaar om. We maken een buiging voor de dode Noer en alles staat in de crisis. Een beetje misschien al te lachen, maar dat doet me toch een beetje denken aan het hele proces van de hervorming van de Veiligheidsraad. Even zien, ik werk er nu nog een beetje uit. Wat ik wel moet zeggen, als we het hebben over de mandaten voor die de Veiligheidsraad geeft. Het begon al met peacekeeping, waar de VN zich tamelijk pragmatisch toonde in de zin dat wat oorspronkelijk voorzien was, kon niet vanwege de blokkade van de Koude Oorlog. Er was een behoefte aan iets nieuws, namelijk de peacekeeping. Een andere rol dan de klassieke militaire rol. En die rol was een heel nuttige en dat gebeurde toen eigenlijk ook. Zonder dat het überhaupt iets in het manifesto bestaat. En die ontwikkeling is doorgezet in de zin dat ook allerhande nieuwe internationale instrumenten ter behoud van vrede en veiligheid zijn toegevoegd aan het bestaande arsenaal. Wat wij als Nederland natuurlijk belangrijk vinden is het internationaal strafrecht, de internationale hoven. ICTY van Joegoslavië, Libanon, Sierra Leone en uiteindelijk het International Criminal Court, wat, ik wil daar even bij moeten zeggen, geen officiële VN-instelling is. Dus 122 landen zijn daarbij aangesloten. En jammer genoeg het grootste niet. Dus China niet, India niet, Amerika niet, Rusland niet. Ik kan nog niet zeggen dat dat de wereld als zodanig vertegenwoordigt. Het is ook niet echt een VN-instelling. Maar die hele tendens is toch om meer ruimte te maken, waarheid toe te kennen aan het internationale strafrecht. Een element bij het hele benadering van conflicten. En een andere nieuwe ontwikkeling waar men meer op let is terrorisme. Dat is natuurlijk al jarenlang een issue wat speelde, maar wat steeds meer ook een internationale. We merken allemaal dat met Charlie Hebdo ongeveer wat voor reactie dat kan opwekken. En de Veiligheidsraad is er dus meer en meer gaan buigen over het vraagstuk van terrorisme en de noodzaak van internationale samenwerking. En kan daarbij dus, en dat maakt het bijzonder, besluiten nemen die rechtskracht hebben en dwingend zijn voor hun ieder. Dat ik eigenlijk in het begin even moeten nemen, maar anders dan de algemene vergadering die aanbeveling doet. Als de Veiligheidsraad een besluit neemt, is dat dwingend recht. Dan moeten landen zich daar aan houden. En dat maakt de positie van die instelling zo essentieel. Als ze het met elkaar eens kunnen worden. Hetzelfde geldt trouwens voor internationale criminaliteit. Wat ook een sterk toenemend probleem is en waar niet veel hoofdrol in de discussies in de VN maar en in de Veiligheidsraad, maar er wordt ook meer en meer wel op gelet. Dat brengt dan weer opnieuw de vraag op van moeten we dan een veel bredere samenstelling hebben als je de verbreding van het werkterrein van de Veiligheidsraad. Daar heb ik zo net maar over gehad.
Wat ik nog niet genoemd heb is het middel wat alweer wel in het handvest staat. Dat zijn de veiligheidsraad hoeft niet alleen militair op te treden in het geval van onaanvaardbare ontwikkeling vlak voor vrede en veiligheid. Het kan ook bijvoorbeeld sanctieregimes instellen. Nou, wij weten allemaal nu hoe dat met de Krim en Oekraïne en dan sancties in Rusland, hoe dat dan kan werken. Was over het algemeen is het nog steeds zo bij een boel mensen, en zeker in het verleden, was er eigenlijk een algemene gevoel van, nou ja, sancties werken toch niet en zo. Dus zit. Maar je ziet dat ook de laatste jaren denken aan het kantelen is en dat er nu, we hebben nu 15 door de VR verder zaten ingestelde sanctieregimes. Waarvan er dus 11 na het jaar 2000. En in de jaren voor 2000 waren dat er aanzienlijk minder. En dat is dus ook een nieuwe ontwikkeling. Maar die tegelijkertijd dan het volgende onderwerp raakt, wat voor rol kan je spelen als niet permanent lid van het werk. Zoals u al aankondigde, was dat eigenlijk de tweede wat ik zou gaan zeggen. Wat ik toen net een heel informele vlucht met hier en daar een kleine uitleiding heb proberen te zeggen, is de Veiligheidsraad heeft unieke bevoegdheden. Die geen enkele instelling in de wereld heeft. Namelijk niet van vrede en veiligheid. En wat vrede en veiligheid inhoudt, die definitie breidt zich uit. Dus ook die bevoegdheden van de Veiligheidsraad worden uitgebreid. Dan wel, zij betrekken meer en meer. Ze willen niet zeggen, God is hongersnood, dan nemen wij een Veiligheidsraad besluit dat dit en dit moet gebeuren om de hongersnood te bestrijden. Dat zover gaat de competentie niet. Dus ze kunnen wel in het geheel van de politiek die elementen meenemen en daar in mandaten dingen over zeggen in de zin dat wel gelet moet worden. Je hebt dus een unieke bevoegdheden. En wat een van mijn voorgangers bij de VN een bepaald moment zei, dat was toen monsieur Van Walsum, toen wij vorige keer lid van de Veiligheidsraad, die zei, je bent wel gek als je die mogelijkheid om invloed uit te oefenen niet tracht te benutten. En ik denk dat dat eigenlijk een hele simpele, juiste constatering is. Je bent geen permanent lid, maar dat je nu toch die mogelijkheid hebt om dan eens een paar jaar daar als niet permanent lid een rol te kunnen spelen, je bent wel gek als je daar niet probeert gebruik van te maken, door je kandidaat te stellen. Zeker voor een land als Nederland zo verknoopt is met het buitenland, economisch, voor zijn veiligheid, maar ook politiek en moreel, zeg maar, waar we de beurting van mensen hebben, als een hoofdelement van onze buitenlandspolitiek zien. Dat alles komt ook voorbij in de Veiligheidsraad. Kan men niet permanent lid een rol spelen? Ja, weet wel dat de P5 eenzame hoogte verkeert. Toen ik de vorige keer er was, de eerste keer, toen kwam een Duitse ambassadeur, waar we een gesprek over de Veiligheidsraad en hun kans als Duitsland voor het tweede jaar helemaal. Je moet wel weten, ik was daar dus net, je moet een beetje zien als de Griekse Berg Olympus. Griekse goden. Helemaal bovenin heb je 5 goden. Die heersen. Ga je naar beneden, naar beneden, naar beneden en dan kom je 10 halfgoden tegen. Die mogen er 2 jaar zijn. Dan ga je nog verder naar beneden, nog verder naar beneden. Helemaal onderaan heb je een krioelende massa van doodgewone leden voor de wereld. Inclusief India, Duitsland, Oost-Indië. En dat is een beetje overdreven, maar niet zo erg overdreven. Die P5 hebben met hun permanente status een veel meer de macht en je alleen maar half niet gebruiken van veto bij mandaten. Hun positie vertaalt zich ook in opbenoemingen waar ze het mee eens zijn, in plaatsen die ze voor zichzelf claimen. Dus dat is een vaste verdeelsleutel op het moment. Hoofd van de politieke directoraat-generaal van de Verenigde Staten. Hoofd van de peacekeeping is de Fransman. Hoofd van de militaire afdeling is een Brit. Die voeren de politieke secretaris en halen niet zo tevreden zijn met de militairen. Ondersecretaris generaal John Holmes, als er in mijn tijd net een goed boek geschreven heeft over de militaire verantwoordelijkheid in de internationale gemeenschap en wat daar gedaan kan worden. Ik herinner me nog een vilijn lachende Franse collega, een hele leuke literaire oog, die toen er weer nieuwe ondersecretaris generaal moest worden benoemd. British are trapped and they don't know how to get out. Omdat eigenlijk wel heel leuk. Hij was met name bang dat dit dus hun positie zou claimen die de Fransen hadden, namelijk hoofd van de kieskring.
Dat gezegd zijnde, wat is dan die rol van die kleinere, niet permanente landen? En dat valt toch eigenlijk mee, als je dat afzet tegen die positie van die P5. Die halfgoden daar, zo twee derde van die berg, die hebben ook nog wel een rol. Het begint al bijvoorbeeld bij stemmingen. Ik vind het meest duidelijk bijvoorbeeld van Irak. Blair had Bush overgehaald dat hij een mandaat van de Veiligheidsraad moest krijgen. En in ieder geval de meerderheid van de Veiligheidsraad. En dat is niet gelukt. We zijn gewoon, ondanks grote druk van de Amerikanen, niet voldoende voor een ontsluit van de Veiligheidsraad. Het is dus nodig dat de permanent lid geen veto uitoefent. En dat je minstens 9 stemmen hebt die voor zijn. Dat lukt dus niet. Wat nou interessant is dat. Recent zag je daar een tweede voorbeeld van, dat heeft weinig aandacht in de pers gekregen. Maar Jordanië had de resolutie ingediend dat Israël elk moest maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden en daar aan het vredesakkoord moest bereiken voor het eind van het jaar 2017. Dat was een soort politieke boodschap die dan gegeven moest door de Veiligheidsraad, die zou gevetoeld worden door de Amerikanen, maar dan konden ze toch zeggen de wereld staat achter ons. Wat bleek nou dat er van die 15 allemaal 8 landen daarvoor stemden? Dat is een grote inschatting. Bij de Jordaniërs die voorstel als lid van de Veiligheidsraad. Dus dat was een tactische fout van de Palestijnen. Er waren 8 landen voor, 5 onthoudingen, 2 tegen de VS en Australië. Maar de VS hoefde zijn vetorecht niet te gebruiken, want er was gewoon geen meerderheid. En dat is een voorbeeld van dat, ja, om die 5, om die meerderheid te halen, moet je dus wel een aantal van die kleine landen erbij hebben. Dus dat alleen al. Je hebt als klein land een stem in. Dat kan een verschil uitmaken. Het tweede is dat je het voorzitterschap roteert per maand. Of dat weet ik. En in die maand, als je het geluk hebt, zit je misschien nog 2 keer in, kan je een zekere invloed uitoefenen op de agenda van de Veiligheidsraad. Het is nu langzaam geaccepteerd dat je onderwerpen die jij belangrijk vindt, soms zijn het onderwerpen die dus nog niet zo in de aandacht hebben gestaan. Dat je die dan in die maand naar voren brengt als een van de centrale thema's waar de Veiligheidsraad zich over moet buigen. Dat is dus, zijn onderwerpen geweest als bescherming burgerbevolking, of ondermijning, of security sector reform. Als het een uitbreiding is van het werkgebied van de Veiligheidsraad, dan zijn er de permanente landen eigenlijk niet zo tegen natuurlijk. Want dat geeft een wereldsterk op dat terrein een sterke positie. Maar het houdt tegelijkertijd die agenda van de Veiligheidsraad in beweging. Dus ook een voorbeeld van hoe je toch als kleiner land de internationale agenda mee kan helpen bepalen. Daarnaast zijn er een hele serie comité's in de Veiligheidsraad, waarvan nog een aantal dan toegewezen wordt het voorzitterschap aan de niet-permanente leden. Dat zijn natuurlijk niet altijd alle belangrijkste comité's, maar met name sanctiecomité's die toch wel veel werk vereisen en ook veel dat goed gedaan moeten worden, dat is dan de juridische consequenties en ook weer niet onbelangrijk zijn. Hoe gaat het nou met de verkiezing van die niet-permanente leden? De VN, dat weet je misschien, is in 5 regionale groepen ingedeeld. De Afrikaanse groep, de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, Azië-Pacific. En dan Europa is een beetje raar. Ja, het is niet eens Europa. Je hebt de Oost-Europese groep en Western Europe en Other States groep. En dat is gewoon een koude oorlog. Het zijn gewoon de democratische landen. Dus wij zitten niet in een groep met Polen, maar wel in een groep met Australië en Canada. En dat is maar ja, die oude tweedeling geweest. Het probleem is alleen, de Oost-Europeanen zijn de kleinste groep, dus die zijn nog wel. De leden van de VN die zeggen dat zou samen moeten met de DEOG, de westerse groep, maar dan zou ik ook Rusland meenemen. Die is lid van de Oost-Europese groep en dat zijn we allemaal zwaar tegen. En je kan ook zeggen, een rol van de gelijkgezinden zijn ook vaak in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, die weer in een groep zitten. Maar wij zijn kandidaat voor de periode 2017, 2017 en 2018 en de verkiezingen van 2016. En onze tegenkandidaten zijn 2 andere EU-landen, Zweden en Italië. Dat had ik niet gehoeven, dat is ook een land dat niet EU-land kunnen zijn. Eigenlijk is dit niet zo ongunstig, want als je 3 kandidaten hebt waarvan er 1 niet EU is en 2 wel, krijg je al gauw een neiging om te zeggen, nou, 1 van die 2 EU en dan die 1 niet EU, anders wordt de EU de dominant. Dat hebben we nou in dit geval niet. Maar we hebben wel 2 sterke tegenkandidaten. Als
Zweden en Italië. Zijn allebei actief in de VN. Zijn allebei al stevig aan de slag, net als wij overigens. Aan de andere kant, ze zijn allebei al eens een keer niet verkozen, omdat ze kandidaat waren. Het is ons nog nooit overkomen. We zijn 5 keer lid van de Veiligheidsraad geweest. We zijn niet altijd meerdere kandidaten, soms waren ze nog in great slate. Maar het is ook niet zo dat we direct over moeten uitgaan, dat zijn zulke sterke jongens, die kunnen we niet verslaan. We hebben wel een zeker nadeel dat we dus 2e noorden komen. De Italianen die spelen natuurlijk het spel van, nou jongens, dat is wel duidelijk, hè? Eentje uit Zuid-Europa, eentje uit Noord-Europa. In Zuid-Europa, ja, dat is de man. Noord-Europa, ja, dan moet je dan even die 2 kiezen. Ja, de mensen hier van Buitenlandse Zaken, die weten beter, maar alle andere calculaties worden natuurlijk gemaakt van wat zou een stemgedrag kunnen zijn. En dan gaat het niet alleen om de eerste ronde, maar vaak ook om de 2e of de 3e. Maximum wat we recent hebben gezien in de stemmingen is 48 bondes. 3 bleken al gestemd. Want we moeten 2/3 meerderheid hebben van de leden. En dat zijn 193 landen, dus 129 stemmen heb je daarvoor nodig. En dan kan het zijn dat niemand dus die vereiste meerderheid kan. Uiteindelijk hebben toen die 2 landen, Panama en Venezuela, zich allebei teruggetrokken en is Guatemala daar toen ingekomen. Maar goed, de laatste verkiezingen waren 3 rondes. Nieuw-Zeeland, Spanje, Turkije. Grote verrassing eigenlijk, behalve als je de zaken goed kende. Omdat Nieuw-Zeeland als eerst had de meeste stemmen, kwam er niet in. En verder is het uitgevochten tussen Spanje en Turkije. Er is een zekere neiging om te denken van, nou ja, de grote landen tellen natuurlijk zwaarder bij de verkiezingen. Want het is ook eigenlijk een overeenstemming met een handvest. Er staat namelijk dat je lid kan worden op basis van je bijdrage aan de VN, namelijk militaire en veiligheidsplannen ook in algemene zin. Dus geografische, equitable geographical distribution. Maar de notie is toch een beetje, ja, je moet als serieus grote landen voorrang geven voor kleine landen. Maar die gedachte hangt een deel van later. Integendeel, de kleine landen vinden dat ze meer gehoord moeten worden, want ze zijn ook wel relevant. En dan krijg je dus hele bijna afwezige landen als Bosnië, die dan ineens intern eens kunnen worden wat de landen zijn, maar die worden dan toch lid van de Veiligheidsraad. Kleine staatjes uit de grondgebied. Ik vind dat wel erg jammer, want het idee is eigenlijk Veiligheidsraad vertegenwoordigt de hoofdrolspelers. En nu is het idee een beetje geworden, nee, de Veiligheidsraad is een soort parlement van de leden. En iedereen moet daarin vertegenwoordigd zijn. Nee, een heel andere filosofie, niet voor een ander soort Veiligheidsraad. Zoals wij ons presenteren is als een land dat altijd een actief en constructief lid is geweest op de hoofdterreinen van de wereld. Dus 3, vrede en veiligheid, dingen samenwerken en mensenrechten. Waarbij we dan in de campagne ook proberen de link aan te tonen tussen ontwikkeling op het gebied van armoede, noodzaak van ontwikkelingssamenwerking, milieuramp en dergelijke. Met internationale veiligheid. Net zo goed. Dat is internationaal recht en respect voor mensenrechten verbonden met internationale veiligheid. De slogan die we hebben is The Kingdom of the Netherlands, your partner for peace, justice and development. Kingdom, omdat we willen aangeven dat wij niet alleen Nederland zijn in Europa, maar ook de eilanden in de Caribische gebied. Waarom doen we dat? Omdat het zo is dat die deel van het Koninkrijk zijn, maar ook omdat we daarmee aangeven dat we niet alleen het oog hebben voor wat in Europa gaande is, maar ook voor het Caribische gebied. En bovendien die eilanden zijn Small Island Developing States. Dat zijn kleine eilandjes die door klimaatveranderingen sterk op de zeespiegel meer en meer bedreigd worden. En dat is een groep van meer dan 40 landen in de VN die in die positie zijn. Met name de Pacific, maar ook wel, dus die kleine eilandjes. Dus we zeggen eigenlijk in principe tegen hen, we're one of you. Feel your pain. Want ons koninkrijk is niet alleen de Europa, maar ook die eilanden daar. En bovendien hebben we ook nog in Nederland wel een slechte ervaring met water. En als je watermanagement en kustbescherming en zo, dat het water niet bij ons zijn, want dat weten wij het beste in de wereld. Even denken, moet ik even onderbreken? Zal ik die besluit hebben? Of zal ik even nu nog 10 minuten doorgaan? Kunnen ook nagaan als je nog wat rijkslaat, dan kunt u uitgebreid uitleggen. Ja, oké, okay, nou zal ik even. 4 punten er lang.
trouwens over de slogan Kingdom of the Netherlands. Nou, Kingdom of the Netherlands. Your partner for peace, this is the Netherlands. Partner, waarom? Om te zeggen, wij zijn niet een van die landen die de wereld bekijken vanuit van de succesvolle geslaagde westerse landen die ook de arme landen de ontwikkeling nog moeten steunen en verder de les moeten leren over lezen of les moeten lezen over zaken van mensenrechten en dergelijke. Nee, wij willen niet alleen zenden, we willen vooral ontvangen, we willen een dialoog met jullie, niet met twee vingertjes. Zeggen we ook allemaal. Hè. Maar waarom is dat punt wel belangrijk? Omdat een paar jaar geleden was de Human Rights Council in de tweede kandidaat. En van de vijf kandidaten uit die westerse groep eindigde Zweden als allerlaatste. Voor de school. Zweden, altijd een trouw VN-lid. Dat ook de tweede bijgedragen, secretaris-generaal, maar ook al aan andere terreinen. Hoe kan het nou dat zij eindigen op de laatste plaats van de vijf? Onder de Grieken. Het meest gehoorde argument was, die Zweden die tellen iedereen de hele tijd, moeten vragen die fatsoenlijk zijn. Nou, dat herkennen wij natuurlijk als Nederlanders een beetje, dus nou, daar is het dimmen, proberen te dimmen. Ik kwam ook nog bij de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Carl Bildt, had de capaciteit om voor mensen tegen zich in te nemen, zodat hij inderdaad sterk, leerend stelde en bovendien bijna 2 meter hoog is, lang. Maar listen to me, fellow. Dat werkte natuurlijk wel irritatie. Dus wij waren erg teleurgesteld over de uitslag van de verkiezingen in Zweden toen de nieuwe regering kwam en hij minister bleef. Sorry, of minister vertrok. Partner, dus vooral ook gelijke voet samenwerken met elkaar dialoog. En dan die drie terreinen: people, partner for peace, justice and development. We hebben ooit in de loop der jaren erg veel bijgedragen aan VN-operaties, maar dat is vooral als je VN-operaties ziet als operaties door de VN zelf uitgevoerd en operaties met een mandaat van de VN. En in die tweede groep zijn we vaak substantieel aanwezig als het gaat over Afghanistan bijvoorbeeld, maar daarvoor dus ook Bosnië, Kosovo, Korea. Voor wat betreft VN-operaties door de VN zelf uitgevoerd, was het de laatste tijd wat minder, want in Ethiopië en Eritrea mogen ongeveer een dikke 10 jaar geleden. Daarna iets veel meer, omdat we zo gecommitteerd waren aan Afghanistan. Maar nu hebben we dus met onze bijdrage aan Mali heel goed gescoord. Er is een Nederlandse generaal, Kammaert, die een militair adviseur is geweest van de secretaris-generaal. En die nog steeds een gewaardeerde, hoog ingeschatte expert op militair gebied. Die betrokken wordt bij het werk van de wereld op dit vlak, veel trainingen geeft en zo. Ik sprak een paar maanden geleden en zei, ja, ik kan nu mijn kop daar een opgeheven hoofd in die gangen van de VN door. Want ik krijg voortdurend klopjes op mijn schouder. Jongens, dat zijn jullie goed, als Nederland dat je nou. We hebben zo lang zitten wachten, is dat een opmerking. We hebben zo lang zitten wachten op dat die rijke westerse landen met die moderne wapens en die goed getreden soldaten, dat die nou eens een keer het zware werk gaan doen en het niet aan Bangladesh en India en al die andere troepenleveranciers die ander niveau zou militair. Alleen daar aan overlaten, maar zelf ook meedoen. En ik denk dat dat ook een goed punt is. Onze besluitvorming over Mali is een beetje verward, maar uiteindelijk zijn we er naartoe gegaan. We moeten het ook zeker gebruiken in onze campagne. Een ander punt wat we op het gebied van het hoofdonderwerp vrede, peace, justice and development, wat betreft peace steeds benadrukken is. De brede geïntegreerde aanpak, niet alleen militair inzetten, maar ook wederopbouw, nation building, in sommige gevallen zelfs economische groei, mensenrechten, positie van de vrouw, een nieuwe definitie, een bredere definitie van wat je vredesoperaties moet doen. En dat is een ontwikkeling die we dus al zien, zoals ik eerder zei. Het tweede punt is inderdaad justice, internationaal recht. Dat benadrukt natuurlijk vanuit de notie de hate legal capital of the world. Daar speelt Nederland een bijzondere rol. En dan moet je aan twee dingen denken. Allereerst al het tegengaan van straffeloosheid, ik heb dat al eerder genoemd, zoals ICTY en ICC. Maar ook de rol van International Court of Justice en Permanent Court of Arbitration op het punt van vreedzame geschillenbeslechting. Dat is een zaak die eigenlijk, we hebben ook in de tijd dat ik er zat, met sindsdien hard aan gewerkt om dat weer onder de aandacht te brengen. Grondvest heeft een heel hoofdstuk, dat is ook wel een gezond verstand,
het onderwerp vreedzame verschillenbescherming via de middelen of via onderhandelingen of via arbitrage. De verschillende manieren van. Maar dat is al een beetje uit het beeld. We hebben toen een paar keer, ik heb nog een keer een diner bij mij thuis georganiseerd met de president van het Nationaal Gerechtshof en de Amerikanen en twee andere leden van de. Niet permanente leden van de Veiligheidsraad. En die kwamen naar buiten en die zeiden: God, ik had me eigenlijk niet gerealiseerd hoe relevant het werk van het internationaal hoge rechtshof is voor behoud van internationale vrede en veiligheid. Omdat het werk, het aantal activiteiten van het hof is mens toegenomen, al bezocht van permanent hof van de arbitrage, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden. En er zijn allemaal grensverschillen bijvoorbeeld waar conflicten over kunnen ontstaan. Dus dan word je in Thailand, of tussen Nicaragua en Colombia. Nicaragua en Costa Rica, waar een vreedzame oplossing gevonden kan worden door een uitspraak van het strafrechtshof. Dus het is juridisch van belang, maar het is ook gewoon voor de internationale vrede en veiligheid van belang. Dus het raakt ook het werk van de Veiligheidsraad, terwijl ze het eigenlijk moeten veranderen. Nou, dat is een thema wat we kunnen benadrukken. Het derde is ontwikkelingssamenwerking. Ja, zou je misschien zeggen, heeft dat dan met de campagne van de Veiligheidsraad te maken? Ontwikkelingssamenwerking, ook al zijn jullie daar een grote speler als nemen. Maar ja, dat is omdat ik zo net eerder zei. Niet omdat we gewoon in algemene zin zeggen, Veiligheidsraad moet agenda voor het gebied van de economische ontwikkeling in de samenwerking bepalen. Maar er zijn elementen van ontwikkelingspolitiek die kunnen bijdragen tot instabiliteit, conflicten, wapenconflicten, bijvoorbeeld op hongersnood, opstanden. Waar Nederland een specifieke expertise heeft op het gebied van water en landbouw. Ik was zelf eigenlijk verbaasd om dat te realiseren, dus ik gebruik het veel als voorbeeld. Nederland is de één na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. Onze grote vrijheid. En dat is voor een deel omdat we een heel goede ontwikkelde samenhang hebben in de grote driehoek tussen de landbouwsector, de wetenschap, Wageningen en de financiers, de banken, met de overheid. Ik zat naast de Ethiopische ambassadeur en die begon daarover. Die zei, als ik aan Nederland denk, dan denk ik aan jullie. Bijzonder manier waarop je landbouwsector hebt opgezet, waar wij van kunnen leren in Ethiopië. Hij had overigens ook een jaar gezeten op het National Institute for Social Studies in Den Haag, dus ik ken in Nederland ook niet. Met die argumenten voeren we campagne. We proberen per land een strategie te ontwikkelen die toegespitst is op een land. Je moet echt een beetje research doen om te merken, of tenminste voor jezelf vast te stellen, wat zijn de argumenten die de beste kon gebruiken. Ik was in een kamp in Angola, in een van BZ zat, dan maak ik een onderzoek daar gedaan om zelf gebruik op de kaart te zetten. Ik kwam bij de Angolese minister en ja, je komt niet binnen met, ik ben hier nou en ik wil graag dat u voor ons komt stemmen. Ik denk dat Angola in Nederland, ja, heet het goed, maar het laatste jaar ook verder een ontwikkeling ontbrak. En zei hij, ja, Nederland, ik weet het nog heel goed, het Angola-comité. Ja, jaren 70 is dat. Wij toen in een onafhankelijkheidsstrijd van Angola, wij een speciale groep mensen hadden die ze daarvoor inzetten en overigens ook een politieke steun kreeg. Deze meneer van 62, 63 jaar, die had dat nog heel goed in zijn geheugen. Het eerste waar hij een dag bij Nederland was, jullie stonden aan de goede kant 40 jaar geleden. Nou, dat soort dingen moet je allemaal in kaart brengen om, als je wilt proberen iemand over de streep te brengen. Je moet dan ook contact op alle niveaus houden. Tot en met de minister-president, die dat ook leuk vindt, die actief is. De minister, zoals hij nu dan op reis is naar New York. Directeur-generaal van Special Envoy, zoals ik nog een tijdje was geweest en wat hier aan de Tajik nu doet en zo. Ambassades, maar ook ambassades hier. Vaak zijn de ambassadeurs in Den Haag sterke voorvechters van onze kandidatuur. Overigens zijn de ambassadeurs in Stockholm en Londen waarschijnlijk ook wel. Maar het helpt toch wel als je hier, we hebben de kwaliteit van de niveau van de ambassadeurs in Den Haag is de laatste 10 jaar aanzienlijk gestegen. Omdat we dus zowel het International Criminal Court hier hebben en chemische wapen op de CW. Dus het zijn meer zwaargewichten thuis. Die kunnen je dan ook helpen in de campagne. Bilaterale bezoeken. Dat is ook van belang, vooral voor kleinere landen. Ik ben in Amerika geweest en als je dan langskomt in El Salvador en in
Nicaragua en Costa Rica en Panama. Dan vinden ze het toch wel een beetje ego-strelend dat je de moeite neemt om, om hen speciaal te bezoeken. Dat is het een duidelijke gegeven dat het doet. En wat ook helpt, hè, dat je laat zien dat je profiel toont op die onderwerpen die we dan ook zelf belangrijk noemen. Als we dan zeggen water. We hebben een grote oceanenconferentie gehad afgelopen herfst in Den Haag. Ik moest op bepaald moment naar de Marshall-eilanden om daar op een conferentie van de eilandstaten van de Pacific een campagne te begeleiden. En daar kon ik een keer binnenkomen van, heeft u belangstelling voor deze conferentie? Ik heb een uitnodiging. Want kijk eens hoezeer wij ook bezig zijn met de politiek waar u dan dreigt aan ten onder te gaan als je het hebt over de Marshall-eilanden. Kortom, een actieve campagne. Op allerhande niveaus gegroeid. Eén laatste wijze les die we uit het verleden hebben geleerd is, je hebt dan 129 stemmen nodig. Maar denk niet dat als je 129 toezeggingen hebt, dat je binnenkomt. Gemiddelde van niet nagekomen belofte is 25%. Wel, ja, je bent van een Afrikaans land en het is me ook meermaals gezegd. Afrikanen hebben het heel sterk niet. Die zeggen dan, ja, het is allemaal heel erg moeilijk voor ons. Zweden is een goed land en Italië is een goede kandidaat. En Nederland is een goede kandidaat. Waarom worden jullie niet eens onderling in plaats van ons die keuze op te dringen? Want ze hebben dat wel geprobeerd als Nederland in de Great Slave, maar dat is niet gebeurd. En dan wat ze dan doen is dat ze voor iedereen steun krijgen. Zodat je de inclusie hebt. En je zit er toch niet bij, als je, dat is allemaal anoniem bestemming of zo. Eigenlijk een hele verstandige politiek. Van ja, dat is eigenlijk onze eigen schuld. Great Slave hadden gehad, maar wij zijn in een moeilijke positie van. Er zijn ook, ja, waar je ook rekening mee moet houden, is dat in kleinere landen met name de stem uiteindelijk gedaan, stem heeft het ingevuld door de ambassadeur in New York. Soms, en dat zijn vaak zijn dat ook ministers of zelfs minister-presidenten en zo. En die laten zich niet al te veel vertellen door de hoofdstad, die nog anders in de politiek is, wat er moet gebeuren. Dus je ziet, een heleboel krijgen, of een open instructie, maar jij bepaalt het maar, of van. Nou ja, stem maar op die, maar als je het anders vindt, dan is het anders. Dus dan denk je dat je steun hebt, maar vervolgens heeft je anders een slechte bui. Of als het in Nederland gaat, en dan krijg je de stemmen opeens niet. Dus het is altijd een verwarring wat het uiteindelijk wordt. Eigenlijk, om helemaal zeker te zijn, moet je van 193 landen 193 toezeggingen hebben gekregen. Dan zit je daar gebakken, maar ik denk dat dat ambitieus zal zijn. Maar goed, het ziet er zeker niet slecht uit, maar we moeten echt onze best doen. Maar zoals ik al eerder zei, vijf keer eerder zijn we lid geweest en nooit hebben we verloren als het gevaar was. Tot zo.